che anche la sorpresa di Ena da Nidre che a me si viene a Teoria e adesso non so se sono solo no, se era ma ancora non so oh, sono la famiglia grande anche con per nome
Dit is de laatste dag van Ink Media vandaag. Laten we dan allemaal een feestje bouwen. Come on!
met haar lichten haar. Alright, ETS Arena, we have one big surprise for you. We want gonna bring our song just one more time. Are you ready? I said, are you ready? Alright. Don't forget to download it. I have to repeat it. We have little flyers in here with a little QR code. So if you want to download it, you can just scan it on your phone. But now first, you can listen to it. All right. Alles mee, zodat alles in goede banen loopt. Dus ik vind dat die persoon toch wel een serieus applaus verdient. Oh, onze Jan! Roep hem even op het podium. Kom jij eens even naar hier, maat. Ja, ik vind dat toch wel even nodig. Niet flauw doen, of ik laat u er subiet nog een bij. Kon jij niet op het podium komen? Mag ik na de rijkussen geven voor uw verjaardag? Want ik mocht ze de vorige keer niet geven. Hè? En zei twee is genoeg. Kunnen jullie dat inbeelden? Kom, draai bezig, hè, voorzien. Oké. Okay. Oké, dankjewel. En tot de volgende keer. Thank you very much. Meneer en Nick, een goeie plaats, hè. Toch goed hier, hè? Oei, ze valt er al hier.
Dus ik zou zeggen, allemaal mannetjes, verzamelen op de mainstage voor een fantastisch optreden van Baba Yaga. Nu even internationaal. Straks is een fantastisch optreden van Baba Yaga. Over een paar minuten. Hoe laat leven we? Dus Baba Yaga op de mainstage. Dus kijken we nog een leuk verhaal uit mijn mouw kan schudden. Ik heb net eens een tattoetje laten zetten bij de bekende Jules van Inkmaster. Dit stond er al, maar ik heb er een hele belangrijke tekst onder gezet. I pagliacci saranno dimenticati. Wat wil zeggen, clowns will be forgotten. Dus binnen een paar jaar weet niemand meer wie ik ben. Kijk, deze meneer weet het nog. Creepy clowns. Manu, de Lou. De Lou. Heb ik een interessante quote van de Lou. Allemaal vergeten. En ik ging naar de wc. En stonden de mannen naast mij ook uit hun lul te brullen. En die zeiden dan, wat is het jong van Pertje? En dan had ik de fantastische zin bedacht. Nee, het is de mannen. Dat is overleven. Eens kijken. Misschien zijn ze zich aan het scheren, de mannen van Baba Yaga. Dat weet ik niet. Ze zetten ze te kaal. Dan moeten we dan ook weer wel het af. Er wordt teken gedaan dat er teken wordt gedaan straks, dus ze zijn zo klaar als een klontje. Dames en heren, alvast veel plezier van Pes en van de dansgroep. Dankjewel, man. Ik denk dat een aankondiging voor de volledige act eigenlijk helemaal niet nodig is, want wie kent ze niet? De Belgische dansgroep die bekend werd door het winnen van Belgium's Got Talent. Verkleed als buitenaardse wezentjes brengen ze telkens opnieuw weer een super act met verbluffende danspasjes. Dus allemaal, make some noise! Applaus voor Baba Yaga! Thank you.
is this thing on? Yo, we all make some fucking noise! Let's go, let's go, let's go! When I say woo, you say ha! We came to trip, turning up and party. We came to trip, turning up and party.
Mama Jega. De heren komen straks graag poseren met jullie. En bij de Sullen Stage is straks... We don't get much backstage catering around here. Now, John Doncone! You didn't even pay attention to me! I'm losing everybody! Wait there! Now, as you heard a bit too slow, the nasal cavity shrunk again. Okay, so don't worry. Hold on. It'll be done soon, seriously. And then you pour it. Yeah, and you pour it for a little bit. It's magic, yeah. It's good. It's magic. And then, I know it blows your mind, I know it does. And then comes the best part. But Yegba did want me to join them, but I couldn't. I'm here at the moment, sorry. Sorry about that, people. Sorry, Papa. Whoever you are. Okay. Right. Now, you're asking yourself, well, that's all very nice and that dancing, but how does the Bloody Bones Red Eye get its name? You use a new mixing device, which I've come up with. Fish hooks.
danger shows. We're going to show you some other things. We specialize in acts of the incredibly dangerous and the completely insane. So we're going to show you, the next thing we're going to show you, we are married in real life. Because as some of you know, the person you're married to is sometimes the person you wish to kill. So, this next one is crazy. Watch this. Merci Manu. In ieder geval, we waren zeer blij met het niveau dat hier op het podium getoond werd. We waren vooral ook zeer blij met het enthousiasme dat jullie getoond hebben. Het heeft mij zelf blij gemaakt. Ik heb eigenlijk door een moeilijke periode, jullie hebben mijn dag vrolijk gemaakt. Dus merci ervoor allemaal. Voilà, merci. En dat enthousiasme, ja, dat wil eigenlijk zeggen, blijf dat zeker doen. Of je nu vandaag gewonnen hebt of niet, eigenlijk is dat niet zo belangrijk. Vooral jullie enthousiasme bewaren en blijven dansen. Als ik ook die jongens bijvoorbeeld bezig zag, vroeger, hier elke jongen gaat me een voetbal of doen. Als ik jullie bezig zag, denk ik pas zeggen, ik had misschien ook moeten dansen. Ik heb nooit zo goed geworden, maar het is in ieder geval denk ik voor heel veel jongeren een stimme dans als ze jullie bezig zien. Dus merci daarvoor. Nu, ondertussen, ik ga het woord ook weer aan Malik geven. Of jij terug, Manu. Malik kan nog iets zeggen. En ondertussen blijven wij praten tot ze ontdekt welke prijs jullie gewonnen hebben. En ze zien allemaal heel, heel strak in elkaar. Of anders mogen we misschien zelf een voorstel doen. Als je een goede voorstel hebt, kunnen we dat misschien regelen. Welke prijs zou jij graag winnen, jonge dame? Ja, zeg maar. Met allemaal naar de zee? Ja, dat kan misschien geregeld worden. Of met allemaal, normaal heeft een grote tuin met een hele grote barbecue. Dan kunnen we misschien gaan barbecuen.
vond het vooral heel leuk om naar te kijken. En ik ben wel van steeds, en jullie moeten met de titel doen, dus al dat natuurlijk, want King Mania winnen. Oké, ik wil iedereen bedanken hier op het podium. Nu moeten wij ons klaarmaken als jury voor een volgende wedstrijd. Dat drie mensen gaan winnen. Living in Belgium, but you're living country in Belgium. She's living in Brussels. Helene Schuurmans, stand up today.